Dinsdagavond 22 september vond de eerste themabijeenkomst in de Teruggave in Breda plaats. De eerste in de reeks van 4. Open Kaart gaat in gesprek en de uitkomsten daarvan vormen samen met de 3 andere themaavonden de visie op het karakter van het Zelig Kwartier. Het thema voor deze avond is Plek voor Iedereen. Plek voor Iedereen gaat naast de keuze voor type woningen en voorzieningen natuurlijk ook over het karakter van het gebied. Ja, want hoe zorgen we er nou voor dat het Zelig Kwartier in ontwikkeling en uitvoering een plek is voor heel Breda? Anita de Haas is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Spoorpark Tilburg. Tijdens deze avond deelt zij haar ervaringen over dit succesvolle burgerinitiatief. Wat doen we met het burgerinitiatief? Dan doe je maar één ding. Je gaat de burgers vragen wat ze willen. Het is geen buurtpark, het wordt een stadspark. Dus de hele stad kan met ideeën komen. Wij dachten als er 5 of 10 zijn, mogen we blij zijn. Het werden er 82. Een plek voor iedereen. Van tevoren weet je eigenlijk niet wie allemaal gebruik gaan maken van zo'n park, van zo'n plek. Het enige wat wij hebben geprobeerd is een park te gaan maken voor mensen. En in plaats van alleen maar te denken aan groen, maar gewoon een park waar het hele jaar door mensen enthousiasmeert om naartoe te komen. Doordat er allerlei activiteiten zijn. Doordat de inrichting zodanig is dat iedereen zich blijkbaar thuis voelt. Want wat ons opvalt is dat uit alle geledingen van de samenleving in de stad iedereen daar een plekje vindt. En dat is wel een resultaat wat wij van tevoren natuurlijk ook niet hadden kunnen voorzien. We hebben alleen heel goed geluisterd naar iedereen. De basis voor deze avond wordt eveneens gelegd door een pro in zijn vakgebied, Jan Winsemius. Hij vertaalt de woningbouwopgave in een rekenmodel en neemt daarin de verschillende belangen mee. Als ik aan tafel kom, zeggen mensen, ja, maar je moet niet meteen over geld beginnen, want dat remt je en dat... Ik geef wel het voorbeeld als je je eigen vakantie bedenkt. Weet je, moet je niet van tevoren laten remmen dat er niks kan, maar je moet ook niet alles loslaten. Als jij bedacht hebt dat je het een briljant idee vindt om een maand naar Zuid-Afrika te gaan, maar je hebt niet over geld nagedacht, is het risico dat je een maand op straat slaapt in Soweto. Dat was misschien toch beter geweest om te gaan fietsen in Drenthe. Dus het is, je wil open input hebben over wensen, maar tegelijkertijd wil je in de lopen van wel ja, de grenzen opzoeken. Dus het gaat om grenzen opzoeken. Als je er vroeg over nadenkt, kan je grenzen opzoeken. Als je er niet over nadenkt, ja, dan is het risico dat iedereen straks teleurgesteld is. Want we hadden toch zo'n mooie verlanglijst gemaakt en het kan niet. Het thema Plek voor Iedereen is deze avond onderverdeeld in 4 subthema's. Per tafel wordt een ander subthema besproken. Ja, de kernvraag was eigenlijk, wie moet er gaan wonen? En daar hebben we vrij intensief over gediscussieerd. Je zult begrijpen dat er ook een behoorlijke mix aan meningen was. Maar wat er eigenlijk als een paar hoofdlijnen boven kwam drijven is, het moet sowieso een mix aan bewoners zijn. Dus niet alleen studenten, of niet alleen alleenstaanden, of niet alleen ouderen. Het moet echt een mix zijn. Zeker ook gezinnen met kinderen. Het zijn ook vaak kinderen die zo'n plek dragen. Mensen die met kinderen daarbuiten in het park zijn, die hebben ook iets met die plek. Dus een van de uitspraken die zeker ook gedaan is, daar mogen geen mensen komen wonen die niks met het park hebben. De wijk Vellenoord zit hier tegenaan. Om te beginnen is dat een wijk die heel erg verstedelijkt is. Dus die moet sowieso toegang krijgen op een hele makkelijke manier tot het park. Dus moet er iets van een bruggetje komen of een onderdoortje dat kinderen daar veilig naartoe kunnen komen. En in het park zijn we van mening, we zijn omgeven door water straks. Als het water wordt doorgetrokken, dan moet ook in het park moet water komen. Waar je met je blote voeten doorheen kunt lopen, waar je verkoeling kunt vinden. Waar je gewoon aan de rand kunt zitten met een drankje in je hand. Want dat is ook een hele belangrijke. Er moet iets van horeca zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En niet alleen waar je iets kunt drinken, maar ook voor een smallere beurs. Waar je gewoon iets uit de automaat kunt halen of als je wilt gewoon picknicken in de zomer. Wat maakt het gebied de moeite waard voor heel Breda? Daar wordt over gesproken aan tafel nummer 3. We hebben een beetje ook naar Tilburg gekeken. We hebben het gehad over het feit dat in Breda überhaupt het wel fijn zou zijn als weer wat meer plekken / iconen komen waar mensen ook echt speciaal voor naar de stad komen. Dus dat je zegt, nou ik kom naar de stad, ik ga naar het Havenkwartier, ik ga richting de Koepel, ik ga richting Zeligkazerne. Dat het eigenlijk een gebied aan zich waar je ook even naartoe wil om iets te zien. En we hebben natuurlijk, doordat er straks water loopt, zou dat ook uitgenut kunnen worden. Het zou misschien een plek zijn waar je of met de fiets of te voet of met een boot naartoe komt. Dat je bijvoorbeeld ergens anders parkeert, daarheen vaart en vanaf daar de stad in gaat. Hoe wordt het een welkom gebied? Houdt het open?
voorkomt dat het een afgesloten park wordt. Het is natuurlijk al tegen de 150 jaar van ons afgenomen en gesloten geweest. Ja, misschien is het heel leuk en heel fijn dat we zo snel mogelijk het vorm willen geven. Maar soms kun je beter de natuur zijn werk laten doen. En stel dat je het 2 jaar even niet aanraakt, maar wel openmaakt. Dan krijg je braakliggend terrein en dan gaat de natuur natuurlijk zelf zijn gang. En daardoor heb je 2 winsten. Eén ding, meer Bredanaars leren de omgeving kennen en kunnen nog een toegevoegde waarde eraan geven. Maar tevens geef je ook de natuur zijn eigen ruimte om zich te ontplooien. Dus wie weet wat voor iets moois daaruit kan komen. Samen wordt nagedacht over het karakter van het Zelig Kwartier. Door in gesprek te gaan met elkaar, net zoals vanavond. Open Kaart vat dat samen in een visie met uitgangspunten voor het gebied. En iedereen die straks iets wil gaan bouwen, ondernemen of organiseren, kan dan uitleggen hoe hun plan invulling geeft aan deze uitgangspunten. Eigenlijk wordt nu dus al een deel van de criteria bepaald waarop straks gezegd kan worden, dit is een goed plan. Misschien ben jij straks zelf al een van die plannenmakers. Of wordt het één groot burgerinitiatief, zoals in Tilburg. De volgende bijeenkomst is een online bijeenkomst en wel op 14 oktober. Het thema van deze avond is het Zelig Kwartier verbonden. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website gasthuisvelden.nl. Daar kun je ook reageren op de uitkomsten van de afgelopen themabijeenkomst. En meld je aan op de site om voor de volgende bijeenkomsten uitgenodigd te worden.